Ik zou de wethouder Ilke Kraaienveld en Maarten Venhoven graag op het podium vragen. Maarten, als jij hier gaat zitten. We hebben allemaal een eigen microfoon. Ook dat is corona. Ik denk dat ik eventjes... ik ga ook zitten. Dat is dan ook het format. ik wil graag met de wethouder beginnen. En de vraag heb ik eigenlijk al gesteld. Dus ik zou graag willen weten, wat voor film heb je gezien? Ja, het is wel even omschakelen hoor, moet ik zeggen. Misschien moeten we allemaal even omschakelen. Ja, dat denk ik. Want het was wel een ontzettend indrukwekkende film wat dat betreft. En daar neem je toch wel heel veel in mee. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als je zo in de zaal zit, dan maakt hij wel sowieso heel veel indruk. Niet alleen hoe er geacteerd wordt en hoe degene die meer op speelt, ongelooflijk die laatste dansstreven uitperst. Dat was al indrukwekkend, zeg maar. Los van het verhaal wat er dan nog achter zit. Ja. Ja. En Maarten? Dat er enorm veel gerookt wordt. Ja. Ik heb nooit in een film zoveel gerookt en gedrinkt zien worden. Maar nee, het is een hele herkenbare film voor onze gemeenschap. Omdat wat je heel erg veel ziet is dat de strijd die geleverd moet worden, de strijd om jezelf te kunnen zijn. Maar ook het geaccepteerd worden door de omgeving. Het zijn allemaal elementen die hierin in voorkomen. Dus het is een hele mooie en vooral herkenbare film met helaas een verdrietiger eind. Dat wel, maar het is wel een mooi verhaal. Ja, en het is uiteindelijk een verhaal over liefde, denk ik. En als ik naar de film kijk, met name de scène in die auto, dan mis ik ook heel erg mijn studenten en de energie van jonge mensen. Dus er zitten heel veel dingen in. Maar we zitten hier ook vanwege Coming Out Day. Annika zei al dat we in Nederland relatief laat daarin mee gegaan zijn. Maar in andere dingen lopen we voorop. Maarten, jij bent kwartiermaker van het COC. COC is opgericht in 1946 als een van de eerste organisaties wereldwijd. Ja. En jullie hebben nog steeds een adviesfunctie ook bij de Verenigde Naties. Dus dat is eigenlijk best uniek. Je hebt het over die strijd. Die strijd is al heel oud. Is eigenlijk ook veel ouder nog dan 1946, uiteraard. Maar die strijd zit ook heel erg, en dat vond ik mooi aan deze film, in het dagelijks leven. In de omgang met je vader, met je moeder, met je broer, met je mensen waarmee je danst, letterlijk. Ja, je omgeving. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Wat zie jij daarin terug? Nou, ik moet zeggen dat ik in een gelukkige positie zit dat mijn omgeving mij accepteert zoals dat ik ben. En daardoor kan ik ook doen wat ik nu kan doen. Nu moet ik wel zeggen, toen ik wat jonger was, was dat wat moeilijker. Ik zat voor de meeste mensen wel bekend op de Welland College hier, of toen tenminste de oude LAS. En daar was het was echt een agrarische cultuur. Dus gewoon vriendinnetje scoren. Maar we hadden bijvoorbeeld daar een meisje die transgender was. Ja, dat kenden we niet en dat was raar en dat snapten we allemaal niet. En ook voor de andere LBT'ers, je komt niet zo snel uit de kast. Dan doe je het maar liever daarna, want dan heb je nog alle kansen om de grote boze wereld in te duiken. En Eelco, we hebben overigens afgesproken dat we je en jij zeggen, dus het is niet dat ik dat zomaar doe. wat kan de gemeente Rotterdam, de stad Rotterdam, hierin betekenen? Want het is ook heel... Oh, so, wow. Ik mis Rotterdam. Ja, ook. Ja, Rotterdam kan ik wel doen. Ook. Maar we hebben het wel heel groots opgezet. Hè. Dat is extra complimenten voor de organisatie. Eerlijk gezegd vind ik ook de arrogantie van de stad mag ook wel eens te kakken gezet worden. Dus dat bij deze. Jij vertelde overigens ook in het voorpraatje, laat ik dat maar zeggen, dat misschien ook wel een aantal dingen in Gorinchem makkelijker zijn
in de omgang ook dan in de stad? Ja, Gorinchem heeft andere type problematieken dan bijvoorbeeld in Rotterdam of in Amsterdam of in Utrecht. Ja, zeker. Het voordeel wat we hebben is dat we minder met geweld te maken hebben hier als het gaat over LHBT. Ja. Daar ben ik heel erg blij mee. Dat betekent dat ik niet moet stimuleren dat er mensen nog begeleid moeten worden in dat traject. Maar wat je wel helaas hebt zijn andere problematieken. Religie is een heel groot dingetje wat hier speelt. Wat ervoor zorgt dat mensen niet uit de kast durven te komen. Wat je ziet, verplichte huwelijk gaat krijgen. En niet jezelf kunnen zijn. En dat zijn een van de grootste dingen waar je toch wel tegenaan gaat lopen. Ja. Oké, dan toch nog even de stad Gorinchem. Wat is de rol van de stad in het mogelijk maken voor jongeren om zoveel mogelijk zichzelf te zijn? Nou goed, om te beginnen om mede mogelijk te maken dat dit soort belangrijke evenementen plaats kunnen vinden. Maar ik denk ook wel het uitstralen dat we het ook echt belangrijk vinden dat iedereen zichzelf kan zijn. Want het is makkelijk gezegd, maar je ziet, ook in die film komt het heel nadrukkelijk naar voren, er komt nog wel wat bij kijken. Er zit iedere keer die spanning in van, ja, als je dat dan doet, wat zijn dan de consequenties? Hoe reageert je broer? Dat soort dingen. Hoe reageert je familie? Dat is natuurlijk, dat is waar het in het leven denk ik om gaat. Maar ja, wij proberen echt wel als dat uit te stralen dat we dat ook belangrijk vinden. Hè? Dus wij hebben ook een beleid waarin we zeggen van, we willen ook gewoon dat het zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dus dat we niet de focus leggen van, met dat stukje van de mensen, dat is kwetsbaar of dat gaat minder goed. Van nee, met heel veel gaat het goed. En hoe gaan we dat breder maken? En hoe zorgen dat de acceptatie steeds meer toeneemt? En ja, het is ook niet voor niks dat ik dan vanochtend de vlag heb gehesen. Hè? Dat doe je dus ook wel in je rol als wethouder namens het college. En ook wel gesteund door de gemeenteraad die in 2015 al zei van, jongens, we vinden het belangrijk dat jaarlijks die vlag wordt gehesen. En dat is, je kan zeggen, dat is vlag hesen, maar volgens mij straal je er ook wel iets mee uit. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat de uitstraling en de intentie en de zichtbaarheid daarvan, het zichtbaar maken van, heel erg belangrijk is. Dat is herkenbaar, denk ik, Maarten. Ja, het is onze identiteit, hoe raar het ook klinkt. De vlag heeft zo'n belangrijke waarde voor niet alleen de LHBT-gemeenschap in Nederland of in Gorinchem, maar eigenlijk over de hele wereld. Het is een symbool van jezelf kunnen zijn, ongeacht of je nou op man of op vrouwen valt. Of misschien helemaal op niemand kan vallen, die heb je ook nog in de gemeenschap. Het is een vlag wat ook heel veel mensen verwachten van, het is alleen maar voor de LHBT-gemeenschap. Nee, het is een vlag wat eigenlijk voor liefde staat en voor acceptatie en voor jezelf kunnen zijn. Dus het wordt wel geplakt aan de LHBT-gemeenschap, omdat het ook ontworpen is in de strijd voor acceptatie. Maar het is een vlag wat eigenlijk voor elke Gorinchemer of voor elke mens in deze wereld zou moeten gelden. Ik geef colleges over inclusiviteit en ik doe altijd een rondje overal waar ik ben van, hoe is het op jouw club of jouw vereniging? En iedereen die zegt altijd in de eerste zin, nee, wij zijn inclusief. Bij ons is iedereen altijd welkom. Maar als je dan vraagt, en hoe zit het met jullie toiletten? En heb je ook een transgender toilet? Of als het over gehandicapten of anderen gaat, heeft u een toilet voor gehandicapten op de voetbalvelden bijvoorbeeld? En wat ik ermee wil zeggen eigenlijk is dat inclusiviteit niet alleen maar is dat je je armen opent, maar dat je ook de instituties eromheen zo maakt dat mensen welkom zijn. Die vlag is een symbool. Maar er is echt wel meer nodig dan dat. Dus ik zou aan de wethouder willen vragen, zo voor de komende 5 jaar, waar staat Gorinchem, wat staat er in uw agenda aan het mogelijk maken van inclusiviteit? Met name als het gaat over de LGTHBI. Ja, het is echt gemeenschap. Ja, ik vind het echt lastig. Nou ja, we hebben in ieder geval een beleid in 2018, en dat heet dat een diversiteitsbeleid, dus dat gaat inderdaad breed. Dus ik vind het wel mooi dat jij ook dat ook zegt, dat het gaat er inderdaad om dat iedereen in deze stad zich thuis voelt,
En daar hebben we wel een aantal dingen in benoemd. En wat er wellicht aankomt, ook vanuit onze politiek, is de regenboogstad. Om dat dan te gaan worden. Dat is een, ook weer zo'n, misschien zo'n vlag of zo'n icoon waarin je zegt van dat vinden we belangrijk. Maar ik zou ook wel heel graag gewoon met de CO2. Ik ben ook wethouder die... Duurzaamheid. Maar de COC, maar dat is hier volgens mij iets anders, hè? Dat is... Ja, wij zijn een onderdeel van... we zijn een werkgroep van COC Rotterdam, vandaar ook de verwarring met Rotterdam. En wij zijn, onze groep werkgroep heet de Gorkumse Regenboogalliantie. Ja, dus daar zou ik ook graag nog eens het gesprek mee willen. Omdat je kunt zeg maar als wethouder of in de gemeenteraad of zeggen van zo moeten we het doen. Maar ik zou graag in gesprek gaan om te kijken van wat zijn nou... stapje die je nog zou kunnen zetten om het nog mooier te gaan doen. In de gemeenteraad speelt men... Ga je gang. Dan loop ik eventjes naar de zaal voor vragen. Maar zou ik ook wel heel leuk vinden. Je kunt hem nu vragen wat hij nodig heeft. Ja. In de gemeenteraad komt er bijvoorbeeld een motie aan wat ik zei, over zo'n regenboogstad. Maar ook wel met de gedachte van zou je niet een soort van regenboogpad kunnen maken. In meerdere steden zie je dat. Ik ben heel erg benieuwd van hoe jij daarnaar kijkt. Van zijn dat nou dingen waarmee je zegt, daar straal je dat regenbooggevoel meer mee uit. Ja. Laat ik daarmee eerst mee beginnen. Wij hebben al kennis gemaakt met de ambtenaren van Gorkum. En ik geloof ook dat Molenlanden ergens... Ik ga even stiekem kijken. Daar. Kijk, daar heb ik maandag toevallig ook bezoek mee. En ga ik ook op gesprek bij de wethouder. En laat ik allereerst beginnen met, wij zijn echt vrij kort begonnen. En de warmte die wij nu al voelen vanuit de overheid is enorm. En ook het willen luisteren, het mee willen denken, dat waarderen wij enorm. Dus daar ben ik echt enorm trots op. En ook een Annika die dan toch weer eventjes daar zit, toch echt films wil vertonen. Niet alleen deze, maar ook die hierna komt. En ook vorig jaar heb je dat gedaan, geloof ik. Ja, dat zijn ook echt de dingen die wij nodig hebben. We kunnen het niet alleen, we hebben de mensen nodig, we hebben de stad nodig om dat te realiseren. En ik geloof dat we binnenkort ook bij de gemeente te horen krijgen dat er een motie wordt ingediend door de meerderheid van de raad. Ja, dat zijn de dingen die wij nodig hebben, want dat zorgt ervoor dat we praten erover, we kunnen doorgaan en we kunnen de eerste stappen zetten, zodat er de verhalen die we hebben gezien eigenlijk verleden tijd gaan worden. Dat is waar wij naartoe gaan streven. Wat hebben wij nodig? Vooral een luisterend oor en mee willen denken en mee willen kijken. En dingen zoals het regenboogpad, dat komt vanzelf wel. Dat is gewoon een onderdeel wat de stad graag zou willen. Dus dan helpen wij daar graag mee. Oké, geweldig. De dialoog is gestart. Een luisterend oor, dat is heel vaak een heel belangrijk begin. De regie is nou heel geïrriteerd, want nou ben ik uit dat camerabeeld gestapt. Maar ik ben zelf ook een beetje eigenwijs af en toe. Is er iemand in de zaal die naar aanleiding van de film iets aan de wethouder of aan Maarten zou willen vragen? Om die dialoog verder te laten gaan dan alleen maar de gemeente. Ja, ik loop eventjes. Of is er iemand met een microfoon in de zaal? Nee? Ik mag daar blijven. Dan ga ik weer netjes op mijn plekje zitten. En dan zorgt Annika voor een microfoon. Geweldig. Met mondkapje. Ja, heel goed. Nee, Annika had er al eentje, sorry. Hi. Nee, ik wilde heel even vragen of het niet zinvol zou zijn om te stoppen met dat hele alfabet. Je kan het zelf niet eens meer uitspreken wie je allemaal vertegenwoordigt. We zijn allemaal gelijk, daar gaan we naartoe. Ik zou daarmee stoppen als je het voor elkaar krijgt. Om er gewoon te stoppen met het een naam te geven die niet eens uit te spreken is. Ik weet dat er is een gemeente, Den Haag, die is daarmee bezig. Die heeft gezegd van, wij moeten ophouden met die hele LHBT+. Ik hou het even voor hier voor ons makkelijker. Daar moeten we mee stoppen. Aan de ene kant ja. Maar aan de andere kant denk ik ook van nee. Omdat je in die hele alfabet, om het maar even simpel te houden, elk onderdeeltje heeft zijn eigen
karakters en eigen identiteit. En we hadden vroeger heel simpel homo, bi, lesbiennes, transgenders. En daar is ondertussen interseksuele en de hele andere dingen bij. Maar het is heel moeilijk om te... Nee, voor een hele hoop mensen niet. Maar ik kan me ook voor een hele hoop mensen voorstellen dat het weer wel belangrijk is. Als je kijkt naar de wetgeving... paren die bijvoorbeeld een kind willen adopteren of die een kind willen hebben... daar moet je wel gewoon daarin hebben staan. Iemand die intersexe is... Ja, als hij toevallig bij de grenscontrole gaat komen ergens in Australië... en hij heeft geen kruisje of een i'tje in de paspoort staan... ja, dan heb je een probleem. Want als je gecontroleerd wordt en je wordt fysiek gecontroleerd... ja, dan heb je wel een probleem. Dus vandaar dat het wel degelijk wel belangrijk is. Maar ik ben het met u eens van... dat alfabet is vooral beleidsmatig. Dat moeten we vooral qua wetgeving en bij de gemeente vooral lekker laten. En voor de maatschappij is het belangrijk dat we het hebben over een inclusieve samenleving. Daar ben ik wel met u eens. Alleen, ja, helaas hebben we met een overheid te maken ook. Of gelukkig, moet ik zeggen. Ja, ook gelukkig zeker. Ja, maar het is wel een voorbeeld dat inclusiviteit dus gewoon moeite kost. Dus voor ons als samenleving, ik ben het ook met u eens van laten we het simpel benoemen. Maar in de regelgeving moet je juist heel erg precies worden en zijn. Ook om het uitvoerbaar te maken. En dat betekent dat er ja, aparte wetten voor aparte groepen of regels zijn. Dus dat, ja, dat kost moeite. Dus je krijgt echt wel een extra plekje in je paspoort. Man, vrouw of niet. In andere landen is dat zo. India, waar ik onderzoek heb gedaan, is dat al heel lang zo vanaf het ontstaan van India in 1947. Ik denk dat het in Nederland ook gaat gebeuren een keer. Is er nog een vraag uit de zaal voor nu? Annika. Maar mijn microfoon, oh ja, hij doet het weer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd en ik vraag hem aan de wethouder. Als je dan hoort van Maarten, dat is eigenlijk ook mijn ervaring breed, zowel in Nederland als buitenland, is dat het in het onderwijs natuurlijk, op het moment dat jij puber bent, dan zit jij met die gevoelens. Kun je daar iets over zeggen, wat er dan binnen het onderwijs misschien al gebeurt of staat te gebeuren? Is daar aandacht voor? Nou, daar is sowieso aandacht voor, maar ja, dan stel je wel de vraag aan de wethouder die net niet over onderwijs gaat. Maar neem niet weg dat ja, zaken als pesten heel belangrijk zijn en heel veel aandacht krijgen op scholen. Hoe je dat nu op kan pakken. En nou, ik wil dat niet meteen aan elkaar koppelen, maar het gaat er wel om dat allerlei jongeren wel met elkaar ja, snappen dat het belangrijk is dat je elkaar accepteert. En ja, dat gebeurt, nou ja, zeker als je jonger bent, is dat nog wat lastiger. Dan zijn jongeren heel erg op zoek en houden ook wel aan dingen vast. Maar als je ook weer op social media ziet, nou ja, dan bijvoorbeeld een klein ding hoor, dat dames zich niet meer opmaken of zo. Hè. Dat is, nou ja, en dat bekende mensen dat dan niet meer doen, dat is dan zo'n, ook een coming out als het ware. En daar liggen denk ik ook wel mogelijkheden om veel meer in de belevingswereld van jongeren te duiken. Om te zeggen, joh, het is gewoon oké, hoe jij bent. En accepteer iedereen zoals die is. Dus ik denk, op die manier zie je wel in dat onderwijs ook dat men poogt de dichter in die belevingswereld van jongeren te brengen. Maarten, ja, waar liggen de kansen op scholen? Dat is hier in Gorinchem een hele belangrijke. Niet alleen Gorinchem. Ik heb eventjes onderzoek gedaan. Op alle scholen, in ieder geval middelbare scholen en mbo's, heb je de zogenoemde GSA, de Gay Straight Alliances. Daar zijn scholieren die samen met hetero's als homo, die gewoon een all-inclusive school willen hebben. Daar heb je zeg maar GSA's voor. En helaas moet ik tot de conclusie komen dat in Gorinchem, maar ook in de regio, geen ene school een GSA is. Dat betekent dus dat een hele hoop scholieren, of ze nou wel of niet scholen proberen, maar in ieder geval, er is geen beleid op school om hoe ga je nou om met scholieren die homo, lesbo of transgender of intersexe zijn. En dat is wel een punt waar ik me zorgen over maak, niet alleen ik, maar ook mijn collega's. Waar we in ieder geval volgend jaar... Wij willen in ieder geval gaan proberen om te zorgen dat daar wel een oplossing voor gaat komen. En dat ook scholen, zoals een wat zwaardere, zoals de Gormaris, waar het een hele flinke uitdaging gaat worden, maar ook daar moet gewoon het gesprek gevoerd gaan worden.
We vinden niet dat het opgedrukt moet worden. We vinden dat het juist intern moet veranderen. Dus wij gaan heel graag ook met die scholen in gesprek om toch te zorgen dat als je het hebt over de verplichting, want elke school is verplicht te praten over de positie van de LHBT-gemeenschap, dat het ook op een positieve manier gaat en niet waar ik persoonlijk bang voor ben bij een Gomaris, dat het de kant van de Bijbel vooral verteld wordt. Oké, dankjewel voor deze suggestie. Volgens mij is een hele, hele belangrijke. Is er nog iemand uit de zaal? Een laatste vraag? Ja, ik zie daar nog iemand. Heel fijn. Ja, het begint toch met praten met elkaar, dus elke vraag is goed. Nee, dat was een grapje hoor. Even een beetje terug naar de film. Het is zo'n rijke film als het gaat om wat hij voor indrukken op je maakt. En ik begin dan gelijk allerlei dingen te associëren met mijn eigen jeugd, mijn eigen leven. Toen ik een heel klein jongetje was, ging ik met mijn vader achter op de brommer naar een volksmuziekfestival. Ik wist helemaal niet wat dat was, maar ja, je wilt gewoon wat leuks doen, hè, in het weekend. Nou, ik vond het fantastisch wat ik daar zag. En als je dan hier weer ziet hoe prachtig dat is, die volksmuziek, die cultuur. Maar aan de andere kant krijg je dan gelijk een beeld van, potverdorie, al die cultuur die hangt aan tradities. En dat is één grote ondoordringbare klont. En dan werd er net iets gezegd over de rol van religie. En dan schiet je dus gelijk naar wat je om je heen steeds meer ziet gebeuren. Dat religie, traditie, cultuur door bepaalde regeringen, bepaalde regeringsleiders gewoon wordt misbruikt om de bevolking te onderdrukken. En dat zijn dan niet alleen de homo's, dat zijn niet alleen mensen die anderszins niet in de pas lopen, maar eigenlijk zijn dat alle volken. En ik denk dus de grote boodschap die je al associërend aan hebt is, ook al zijn we in Nederland best vooruit aan het lopen, al hebben we een hele duidelijke grondwet als het gaat op het punt van gelijkheid, laten we alsjeblieft wel alert blijven, want er is voor gevochten, maar als we het laten voor wat het is, dan zal het misschien harder verdwijnen dan we hopen. Dat is wat minder een vraag dan een observatie. En een hele mooie observatie, dank u wel. Vraag, en dat is, waar kan nou iemand terecht? En dan weet ik niet of het bij Eelco moet zijn of bij Maarten, maar naar aanleiding van dit verhaal, is er dan een e-mail, een loket, een werkgroepadres? Sowieso bij een website, gorkumseregenboogalliantie.nl. We zijn nog aan het kijken of we dat iets kunnen versimpelen. Want het is nog een hele lange, ontdekten wij zelf ook wel. Wij hebben voorzieningen daar om er staan nummers op waar mensen te kunnen bellen. Er is ook een WhatsApp-functie daar om mee te chatten. Dat is het begin. We zijn nu ook met de gemeente in gesprek of we een klein beetje budget mogen hebben om, en dat gaan we bij alle gemeentes doen, dus kijk stiekem al naar Modelanden, om te zorgen dat wij gewoon op locaties ook gewoon heel simpel momenten kunnen ontwikkelen waarin mensen naartoe kunnen komen om vragen te stellen. Maar ook gaan we kijken of we met andere organisaties, de Limonadebrigade bijvoorbeeld, die een hele hoop ouders krijgen, om daar het gesprek mee te gaan voeren. Dus wij zijn, we zijn nog helaas in de beginnende opstartfase. Maar het is wel de bedoeling dat gewoon voor ouders, voor mensen die vragen hebben, maar ook gewoon voor de LHBT-gemeenschap terecht kunnen komen. Oké, dan het laatste woord misschien voor de wethouder. Wat kan die daarin betekenen, denkt hij? Nou, ik hoor dat de plannen aankomen. Dus daar kijk ik eigenlijk heel erg naar uit. En om te kijken hoe we die dan ook, ja, zoals we dat in Gorkum dan noemen, mogelijk kunnen maken. Ja, hoe we dat gedragen met zoveel mogelijk uit die stad verder kunnen brengen. Dus eigenlijk kijk ik daar heel erg naar uit. En goed, mensen kunnen mij ook altijd mailen hoor. Dus dat, maar ik denk dat dat ook een prima manier is om dat mensen daar terecht kunnen. En ik vind het ook heel fijn dat Maarten zegt dat ook al gesproken is met ambtenaren. En dat ook daar de verbinding wordt gezocht met die gemeente. Want daar vandaan kun je natuurlijk die sneeuwbal in laten rollen. En dat lijkt me een hele goede zaak. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik wil jullie bedanken voor de komst naar deze film. Ja, ik heb ervan genoten. Een wereld die ik niet ken.
Georgië, maar ook de wereld van homo's ken ik nauwelijks, moet ik bekennen. Tuurlijk, ik lees er veel over en weet wat. Mijn studenten zitten ertussen, maar sommigen weet ik het natuurlijk niet van. Dus het, in die zin is het onbekend. En dat van binnenuit bekijken via film, via wereldfilm, dat dat kan in Georgië, vind ik nog steeds geweldig. Dank jullie wel. Oh, even één dingetje. Ik heb een klein... Met een coming-out dag hoort minimaal ook een vlag. We hebben er gelukkig eentje bij het stadhuis. Ik wil eentje in ieder geval overhandigen aan de organisatie. Omdat jullie al jaren gedaan hebben en als steek van mede-strijd willen jullie in ieder geval eentje overhandigen. Het is een hele kleintje nog. Ik hoop... Dus ik wou deze in ieder geval eventjes applaus, graag. Applaus. Geweldig. Jullie werk. Zet hem op je bureau ter herinnering en... Ik zet hem zeker op mijn bureau. En Maarten, misschien een klein tipje van de sluier. Maar bij de jongerenfilmavond gaan we ook weer aandacht aan dit onderwerp besteden. Top. Carmen in Lola. Vanmiddag hebben we nog een prachtige film. Wij gaan jullie ondersteunen, ook in het onderwijs. Als dan het gaan wij jullie ondersteunen ook. Yes? Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie bezoek en een fijne dag verder.